We gaan verder met de heren 200 meter schoolslag A-finale. Met opbaan 1 voor PSV. Vanmorgen in een nieuw Nederlands jeugdrecord. Stijn Louter. Opbaan 2 voor Hellas Glana. Lucas Greven. Opbaan 3 voor de Dolfijn en houder van het Nederlands record. Arno Kaminga. Opbaan 4 voor Azzurro. Ivo Kroes. Opbaan 5 voor de Dolfijn. Noah de Schrijver. Opbaan 6 voor PSV. Luca Jansen. Opbaan 7 voor Nuenen. Bram Zwetsloot. En opbaan 8 voor BVZ. Colin van der Hof. Dit is de finale bij de heren 200 meter schoolslag. Keerpunt 50 meter. Voor de Schrijver aan de leiding in 82. Derde positie Lucas Greven bij baan 2. Derde positie Ivo Kroes. Vierde positie Arno Kaminga. Kaminga die vanmorgen ook een sterk tweede gedeelte had van deze race. 200 meter schoolslag. Een lange op de waterfase, lange slagen hier tussen deze deelnemers. Zwemt Noah de Schrijver aan de leiding in 1:00:88. Jongens, toch, we zien er echt wel hele mooie dingen hier gebeuren. Want Luca Jansen in baan 6 met 1:02:14 zwemt ook het Nederlands record, 18 jaar tussentijd. En Stijn Louter in baan 1 zong vanmorgen een Nederlands jeugdrecord. 2:78 is dus de tijd die Louter nu zwemt. En vanmorgen 1:02:91. Dus daar komt hij opnieuw bij in de buurt. Voor hem dus die 2:12:02 in de gaten houden. Voor het Nederlands jeugdrecord. Luca Jansen nu ietsje boven het Nederlands record. 18 jaar zit. Het Nederlands record 18 jaar is van Ivo Kroes. Die in baan 4 zwemt. Vorig jaar 2:09:34 is dan de tijd voor Ivo Kroes. We kijken naar Arno Kaminga, want die pakt hier de leiding en die gaat aantikken in de tijd van 2:05:27. Duidelijk hier aan de leiding en dan Ivo Kroes als tweede in 2:07:76. Noah de Schrijver 2:07:91 en kijk naar Stijn Louter, want die tikt aan in een tijd van 2:11:71. En dat is een nieuw Nederlands jeugdrecord! Uitslag is officieel, de snelst gezongen tijd is 2:05:27. Dames en heren, uw applaus voor de Nederlands kampioen Arno Kaminga!